Is. Dit is de openingssheet Kwel- en plantengroei. Ik ben Dick Kerkhoff en ik woon in Vianen. En deze foto is een paar honderd meter bij mijn huis vandaan gemaakt. Ik neem aan dat jullie allemaal nog wel eens een keer waterviolier zullen vinden. Die brug daar op de achtergrond, die kun je nu ook nog vinden als je snel bent. Hij had eigenlijk al weg moeten zijn, dat is de lekbrug in de A2. Maar dat is mislukt. Maar over een paar weken gaan ze hem waarschijnlijk wel wegslepen. En dan is deze markante landschapsbepalende brug is Footsie. Mag ik de volgende dia? Nou, even kort de inhoud. Eerst ga ik het hebben over verschillende soorten kwel. Regionale, lokale, diepe, ondiepe, lange, korte. Dat is eigenlijk allemaal termen die op hetzelfde slaan. En kwelflux, dat is de hoeveelheid kwelwater die tevoorschijn komt. En dan wat je kun je zien als er soms zien als er kwel optreedt in een sloot of zoiets. De effecten van kwelwater op waterplanten. En dan wil ik drie dingen er echt uitlichten. Zoute, brakke kwel in West-Nederland. Zoete kwel in het riviergebied, laagveegebied. En ook nog een kort stukje over kwel en kattenklei in de Zuidplaspolder. En dan eindig ik met een sheet met een stel aanbevelingen hoe je gebieden met kwel zou kunnen inventariseren. Volgende dia. Dit is een plaatje en dat geeft heel eenvoudig weer hoe het in het natte zandlandschap gaat. En dat is dus niet in Zuid-Holland, maar hier kun je rechts op de dia zie je een hoog gedeelte van het landschap waar regenwater opvalt. Dat regenwater dat infiltreert naar beneden. En dat regenwater, dat is gewoon water, dat houdt zich aan de wet van de communicerende vaten. Dus op lagere stukken komt het weer omhoog. En Nederland, moet ik nog even erbij zeggen, is de neerslag nog steeds hoger dan de verdamping. Dus het netto resultaat is dat er water bij komt en dat moet afgevoerd worden of het zakt naar beneden. Hier zie je ook al een paar termen staan: lokale kwel en regionale kwel. Lokale kwel, dan komt het al vrij snel nadat het geïnfiltreerd is, alweer boven. En bij regionale kwel of lange kwel, of ja, duurt dat veel langer. En dat is wel van belang, want als dat water geïnfiltreerd is, dan passeert het allerlei ondergronden. En daar kan bijvoorbeeld kalk in zitten en ijzer. En dan verandert de samenstelling van het water. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, dit plaatje lijkt op het vorige, maar is wat schematischer en er zijn ook meer dingen op te zien. Je ziet rechts weer zo'n hoog gedeelte van het landschap waar water infiltreert. En in het midden zie je een beek waar kwel optreedt. Dan komt het water weer omhoog. Op die twee bulten zie je bovenop zie je ook nog twee rare dingetjes. Dat heb je in Zuid-Holland niet, maar in het oosten van het land wel. Dat zijn schijngrondwaterspiegels. Als er ijzeroerbanken ontstaan, dan kunnen die zo wateronderlatend zijn dat er vennen op staan. En je kunt dan zelfs ook bronnetjes krijgen, maar dat is eigenlijk voor Zuid-Holland niet van belang. Heel belangrijk is die slecht doorlatende kleilaag die hier is ingetekend. Die zit, nou, dat is. Er kan wel water door, maar dat gaat moeilijk. Dus je hebt hier twee pakketten water in feite boven die kleilaag. Dat is de freatisch watervoerende laag. En daaronder, die zit een beetje opgesloten door die stugge laag waar water moeilijk doorheen komt. Nou, dan zie je drie pijpen waarin de waterstand gemeten kan worden. De onderste stukken, er zitten filters in bij alle drie die pijpjes. Die filters die laten wel het water door, maar die houden de gronddeeltjes tegen. En met blauw is aangegeven hoe hoog het water dan staat in zo'n pijlbuis. En dan zie je in het waterlichaam boven die slecht doorlatende kleilaag, het freatisch pakket, zie je dat de stijghoogte in die pijlbuizen. Die is net zo hoog als de bovenkant van het ondiepe grondwater, het freatische water. Dat zie je daar en dat zie je daar ook. Hier staat het water tot aan het maaiveld. En hier links, daar zijn ze grondwater aan het onttrekken, waardoor ook de waterstand omlaag is gegaan. En in die pijlbuis zie je dat ook. Maar er is één pijlbuis geslagen naar die afgesloten watervoerende laag. En daar blijkt de druk dus aanzienlijk hoger te zijn, want dan stijgt het water tot boven het maaiveld. Dat is belangrijk. Dat noem je diepe kwel, als het vanaf die onderste laag toch het oppervlak weet te bereiken.
Volgende dia alsjeblieft. Nou, je kunt er ook van gebruik van maken voor bronnen die zonder enige inspanning altijd lopen. Rechts is er eentje getekend, een foto van gemaakt in Dordogne. En links staat hoe dat kan. Gewoon een buis slaan naar zo'n diepe watervoerende laag met een hogere druk. En dan stroomt het water vanzelf omhoog. En dan spuit het weer uit. In het riviergebied komt dat wel eens voor. Bijvoorbeeld bij heel hoog water. Als het water echt tot bovenaan de dijken staat, dan heb je in de binnendijks heel veel kwel. En dan wil het wel eens gebeuren dat op een boerenerf waar een put is geslagen, dat het water omhoog komt in die put en zo boven over de rand van de put het erf opstroomt. Dan heb je ook een artesische bron in het riviergebied. Maar dat komt maar heel, heel zelden voor, gelukkig. Volgende dia. Nou, hier heb je weer, dit is nog wat ingewikkelder, maar ik vind het toch wel een leuke site om dingen te laten zien. Je hebt weer een infiltratiegebied in het midden. Dan zie je dat water daar regent en naar beneden zakt. En rechts heb je een kwelgebied bij een beekje. En hier hebben ze, de phreatische waterlaag is natuurlijk de bovenste. Dat heet hier in het Engels de Unconfined Aquifer. En ze hebben nu twee watervoerende pakketten eronder met twee afsluitende lagen. Ik heb dit laten zien. Hier zie je dat in het midden is de druk, het waterkolom natuurlijk het hoogst. En dan zie je dat het water omlaag zakt, infiltreert, maar ook door die eerste slecht doorlatende laag gaat. En zelfs ook door die tweede. Dus het kan dus wel. En bij kwel rechts zie je dat de kwelwater kan zowel uit de bovenste laag als uit die twee andere lagen daaronder komen. En ook heel belangrijk is dat er staat ook bij hoe lang dat kwelwater onderweg is. Je hebt ook hele lokale kwel die we in de eerste dia al zagen. Dat duurt dagen als het vlakbij infiltreert en daar vlakbij weer als kwel boven komt. Een eindje verder, dat duurt het jaren. Vanuit het pakket daaronder, dat duurt het eeuwen voordat het weer als kwelwater boven komt. En in dat hele diepe watervoerende pakket kan het zelfs duizenden jaren duren. En dat heeft uiteraard consequenties voor de kwaliteit van dat kwelwater. Water dat al duizenden jaren onderweg is gegarandeerd voedselarm en heel sterk verrijkt met mineralen. Volgende dia alsjeblieft. Nou komen we bij een hele ingewikkelde, maar die wel heel belangrijk is voor Zuid-Holland. Hier heb je weer zoiets. En vergeleken met de vorige dia's is er één belangrijk verschil. Je ziet hier twee slecht doorlatende lagen. Daaronder is dat weer zo aangegeven. Die zit diep in de ondergrond. Maar daarboven, dat schuin gearseerde, dat is slecht doorlatende klei en veen. Dat is ook slecht doorlatend. En dat is ook het phreatisch pakket, hè? Dus waar het water net onder het maaiveld staat. Dus hier is het phreatisch pakket, is tegelijkertijd een afsluitende laag. En de hydrologen die noemen dan meestal dat zand wat er onder zoet, het eerste watervoerend pakket. En daar zit dan vaak nog een kleilaag onder en dan heb je het tweede watervoerend pakket. Nou, hier is ook weer kwel en infiltratie aangegeven. Ik begin links, de Noordzee. Daar infiltreert water in het eerste watervoerend pakket en ook in het tweede watervoerend pakket. En dat is zout. Dan krijgen we de duinen, dat is natuurlijk hoog. Dan heb je ook infiltratie, maar ook een beetje kwel naar bijvoorbeeld de geestgronden. Dat zie je net daarnaast. Dan krijg je een diepe droogmakerij. Ik vind dat wel grappig hoe ze dat gedaan hebben. Dan zie je zowel infiltratie, namelijk op perceelsniveau, dan zie je dat water dat op de percelen valt, dat zijgt in. Oh, en dat treedt uit in de sloten. Dus kun je zeggen dat het een heel kleinschalig kwelsysteempje is. Maar je hebt natuurlijk, als je het op de grotere schaal bekijkt, zie je dat zo'n droogmakerij trekt heel veel kwelwater aan. En dan zie je van onder, vanuit het eerste en ook vanuit het tweede waterpakket, allemaal water opstijgen. En ik weet niet of jullie het al gemerkt hebben, maar ter hoogte van die Haarlemmermeerpolder is die afsluitende laag aan de bovenkant is niet overal even dik. Je ziet daar nog iets lager. Ja, daar zie je. Kijk, je ziet daar twee stukken waar de afsluitende laag veel dunner is. En dat betekent dat het kwelwater dat omhoog komt, heeft daar minder weerstand te overwinnen om aan het oppervlak te komen. En als dat zo is, dan gaat het water daar harder stromen. En dan gaat het water daaronder, in de eerste watervoerend pakket en in de tweede, gaat meebewegen. En zo kan het dus dat er
zout water gewoon omhoog getrokken wordt naar die diepe droogmakerijen. En zelfs tegen de Utrechtse Heuvelrug aan, rechts, daar ligt de Horstermeerpolder, een brugdiepe polder, is dat ook zo. Er is zo'n sterke kwel dat zelfs zout water omhoog getrokken kan worden. Ik denk dat ik nu het belangrijkste wel verteld heb. En met bodemdaling wordt dit steeds erger. Ja, dat is een mooie opmerking. Ja. Goed, nu een paar sheets over wat kun je zien soms. Als er uitredend grondwater is, dan kun je dat gewoon zien omdat het stroomt. Hè. In smalle slootjes kun je soms wel hebben dat het water begint te lopen. Dan is het een soort bron. In het riviergebied kun je dat vaak zien bij heel hoog water. Als de uiterwaarde onder staat, dat je aan de binnenkant, dan zie je plotseling dat sloten beginnen te stromen. Dat is kwel door zichtbaar door stroming. Wat je ook heel vaak ziet is ijzerbacteriën op het wateroppervlak. Dat zijn bacteriën en die kunnen energie halen uit ijzer door tweewaardig ijzer om te zetten in driewaardig ijzer. Daar komt energie bij vrij. En nou, dat is, je kunt op de foto op de onderkant, kun je linksboven zie je dan een beetje zo'n kwelvliesje, een beetje blauwig. Hè? Iets anders wat op allebei de foto's is zien, is ijzervlokken, roest in de waterlaag. En dat kan, als er ijzer in het kwelwater zit, dat vormt dan ijzerhydroxide en dat verbindt zich dan met fosfaat. En dat geheel is niet oplosbaar. En dat krijg je dus vlokken die uitzakken naar de waterbodem. Krijg je van die rode sloten, roestige sloten. Wat ook kan gebeuren is dat er, als het bicarbonaat water is, dat er kalk kan neerslaan op waterplanten en ook op hele kleine fytoplankton in de waterlaag. En dan wordt het water een beetje grijzig. En vaak zie je dus combinaties ervan, zoals op de onderste foto. Volgende dia, alsjeblieft. Dick? Ja? Is dat ook de reden waarom sommige kalkrijke gara's helemaal onder de kalk zitten? Ja, ja. En niet alleen gara's, maar ook andere planten. Daar krijg je zo nog een dia van. Nou, dit is een foto van zo'n kwelvlies. Het lijkt dus een beetje op olie, maar aan deze foto kun je al zien dat het geen olie is, want het is brokkelig. Als je eraan twijfelt, gewoon even je vinger erin steken en een kwelvlies, dat breekt in stukjes uiteen. Terwijl olie, dat is natuurlijk hartstikke viskeus, dan krijg je dat niet voor elkaar. Volgende dia. Dit is dan een foto die ik gemaakt heb in Polder Autena ten zuiden van Vianen. En dan zie je eigenlijk al wel dat het een beetje lijkt te misten onder water. Hè. Dat komt dus heel kalkrijke kwelder, veel bicarbonaat. En dat zet zich dus af op fytoplankton in de waterlaag. Die kunnen namelijk uit het bicarbonaat kunnen ze de koolstof halen. En dan blijft als restproduct ontstaat er dan kalk. En dat slaat dan neer op dat fytoplankton. Of op sommige planten, zoals die gara's die jij net noemde, Bas. Volgende dia. Hier zie je een sloot met glanzig fonteinkruid. En dat water is vrij helder. Maar als je goed kijkt naar die blaadjes van het glanzig fonteinkruid, kijk maar midden voor, daaronder, dan lijkt het wel of er zand op ligt. Hè. Dat is allemaal neergeslagen kalk. Dit is een hardwatersoort, glanzig fonteinkruid. Die gebruikt bicarbonaat om koolstof uit te halen. En het resultaat is dat die kalk op zijn bladeren krijgt. Ja, je moet nog wat. Volgende dia. Nou, er is niet dus één type kwel, maar er zijn allerlei soorten kwel. Het hangt bijvoorbeeld af of er in het infiltratiegebied schoon regenwater infiltreert of vermest oppervlaktewater. Nou, dan is de uitgangssituatie al anders. Het hangt er ook vanaf wat voor bodemlaag je allemaal passeert. Want dat verandert onderweg, natuurlijk soms eeuwen of millennia, ook de kwaliteit van het water. Nou, je hebt plekken waar chloride in het water omhoog komt, Cl-min, dat is natuurlijk zout. En dat is gunstig voor planten die daar tegen kunnen, zoals ruppia's, gesteelde zanigellia's, schede fonteinkruid, litsteen, zilte waterranonkel en nog een stel. Als er organische lagen gepasseerd worden, dan kan er koolzuurgas opgelost zijn. Net hetzelfde als in spuitwater, alleen een beetje slap spuitwater. En sommige plantensoorten, zoals waterviolier en kransvederkruid, die kunnen hun koolstof alleen uit opgelost CO2 halen en niet uit bicarbonaat. Nou, die hebben daar dus baat bij. Die plat, spits en stompfonteinkruid, die doen dat ook vaak.
Heel vaak is kwel bicarbonaatrijk. Dan zijn er kalkrijke lagen gepasseerd. En er zijn ook heel veel planten die daar hun koolstof uithalen. Zoals brede waterpest. Die kan ook helemaal onder de kalk zitten. Glanzig en paarbladig fonteinkruid. Fijne waterranonkel. Nog een paar. Als het kwelwater heel lang onderweg is geweest, dan is het meestal voedselarmer dan het oppervlaktewater. En de planten die goed om kunnen gaan met matig voedselrijke omstandigheden, die hebben daar dan baat bij. Dus een paar zijn er al genoemd, brede waterpest, maar ook drijvend fonteinkruid bijvoorbeeld. En dat kunnen kalkmiddende soorten, hardwatersoorten zijn, maar ook zachtwaterplanten. Dus bijvoorbeeld naaldwaterbies is meer een zachtwaterplant, pilvaren helemaal en vlattende bies ook. Die hebben er baat bij dat het water relatief voedselarm is. Er kan dus ook ijzer in het kwelwater zitten. Dat bindt fosfaat, heb ik net al verteld bij dat roest. Daardoor wordt de hele waterlaag voedselarm. En dat is ook weer ten gunste van die mesotrafente soorten. Die soorten die houden van matig voedselrijke omstandigheden. Dat rijd je er net boven. Bicarbonaat heb ik al genoemd. Dat kan dienen als bron voor koolstof. Maar dat zorgt er ook voor dat water niet zuur kan worden. Want als er waterstofionen, H+-ionen in het water komen, dan worden die meteen weggevangen door bicarbonaat. Of ze verwisselen van plaats in het adsorptiecomplex met calcium en magnesium. Dat is een beetje ingewikkeld. Calcium en magnesium die hechten zich aan bodemdeeltjes. Het is geen echte verbinding, ze hechten zich daaraan. Maar waterstofionen doen dat nog veel sterker. Dus als je maar genoeg calcium en magnesium in je sloot hebt, dan zitten die op die bodemdeeltjes, komen er dan zuurdeeltjes bij, dan verwisselen ze van plek. Dus dan kan het water niet zuur worden. Er kan ook heel zwavelzuur in het water terechtkomen. En dan is vooral de waterstofionen van belang. Dan krijg je zure milieus, gunstig voor knolrus en vlottende bies. Pilvaren kan er ook tegen. En tenslotte heb ik nog genoemd water van constante temperatuur. Als je altijd kwel hebt, dan heb je plekken die moeilijk dichtvriezen. Maar dus in de winter zijn ze relatief warm. Maar in de zomer blijven ze relatief koel. Paarbladig fonteinkruid houdt daar heel erg van. Dus er zijn allerlei mogelijke effecten. En de onderste is ook heel belangrijk. Die effecten zijn ecologisch relevant als de waterkwaliteit op de kwelplekken afwijkt van de waterkwaliteit op plekken zonder kwel. Want het is ook bijvoorbeeld mogelijk dat de kwel bijvoorbeeld bicarbonaatrijk en voedselrijk is. En als het oppervlaktewater dat ingelaten is vanuit de boezem ook bicarbonaatrijk en voedselrijk is, dan zie je eigenlijk geen verschil. Dus dan maakt het niet meer uit. Dus dat kwelwater moet anders zijn. Maar hieruit kun je ook afleiden dat je niet echt bepaalde plantensoorten als typische kwelindicatoren kunt vinden. Het hangt helemaal van de plek af en van de context van het landschap. Volgende dia alsjeblieft. Nou, nu krijgen we dan plaatjes van verspreidingen en van een paar soorten. Ik heb eerst gekeken. Ik moet eerst vertellen, Joost Buiks van de provincie Zuid-Holland heeft 33.000 wateropnamen beschikbaar gesteld. Daar heb ik in gegraaid. Ik wilde eerst even kijken hoe zit het met de verspreiding van hardwaterplanten die min of meer tegen zout kunnen. Ik heb er 7 geselecteerd. Litsteen, ziltewater en onkel, gesteelde zanigellia, fijnhoornblad, snavelrupia, spiraalrupia. En een algemene schedefonteinkruid. Die komt natuurlijk door heel Nederland voor, maar die kan ook goed tegen zout water. Dus die heb ik geselecteerd en losgelaten op die 33.000 wateropname. En het criterium was 2 van die 7 moeten in de opname zitten. En daar kwamen 204 opnamen uit die daaraan voldeden. Onder dat groene rijtje van 7 planten zie je nog meer soorten staan. Dat zijn soorten die ook in die 204 opnames zitten. Ik heb er een aantal van laten zien. Namelijk de soorten met de hoogste presentie. De presentie is het grote cijfer. Is gewoon het percentage van de opname. Die kleine cijfertjes ernaast. KB staat er boven, is karakteristieke bedekking. Dat geeft aan hoeveel de soort dan bedekt. En dat is berekend over alleen de opname waarin de soort ook echt voorkomt. Er zit één soort bij, die kwam maar in 1 opname voor. Dat is natuurlijk snavelrupia. 1% van 204 opnamen is 1 opname. En die snavelrupia die bedekte dus ongeveer 3%. Dat was niet veel. Volgende dia alsjeblieft. Nou, dit is een dia die laat zien waar
op welke diepte zout grondwater zit. Rode vlakken, daar zit het zoute grondwater boven het maaiveld of hooguit 5 meter onder het maaiveld. Oranje, dan zit het tussen 5 en 10 meter. Wit tussen 10 en 25 meter en dan gaat het zo verder. En je ziet uiteraard in Zuidwest-Nederland zit het zout ondiep. Maar je ziet opvallend in die droogmakerijen verder naar het noorden. Daar heb je ook plekken waar zout grondwater vrij ondiep zit. En dat heb ik jullie net al laten zien in die dwarsdoorsneden met al die kwel. Hè? Met zoutwater dat bijvoorbeeld de Haarlemmermeer kan bereiken. Volgende dia. Dit is de verspreiding van die 204 opnamen met 2 van die zouttolerante plantensoorten. En dan zie je dat ze inderdaad vooral voorkomen op plekken waar het zoute grondwater vrij ondiep zit. Natuurlijk op de eilanden, maar ook in het Westland, delen van het Westland en boven Schiedam. Er zit ook zo'n strook. En in de droogmakerijen, meer dan naar het noorden, in de buurt van Leiden, daar heb je dat ook. Volgende dia alsjeblieft. Hier heb ik het op de actueel hoogtebestand Nederland gezet. Daar kun je zien, daar kun je de droogmakerijen er goed uithalen. En dan zie je dus inderdaad dat er aan de randen, vooral aan de randen van die droogmakerijen, zoute kwel kan optreden. En waar zoutbestendige soorten dan van gebruik van kunnen maken. Volgende dia. Nou, ik wilde ook nog 2 opnamen echt laten zien. Dit is de kop van Goeree over Flakkee. Links Goeree, rechts Flakkee. Het zijn 2 opnamen. De dijk die je daaronder ziet lopen, dat is de Oudelandse Zeedijk. Jullie zijn met de excursie veel verder naar het westen geweest, maar hier heet het ook nog zo. En de eerste opname is gemaakt in een slootje aan de binnenkant van de Oudelandse Zeedijk. En daar zou dus heel goed kwel kunnen optreden, want aan de zuidkant ligt het Grevelingenmeer, dat is hartstikke zout. Dus het zou dijkkwel kunnen zijn eronderdoor. Opname 2, dat is Vingeling. Dat is, daar ben ik nog nooit geweest. Daar kan het kan ook kwel zijn, maar dat weet je niet zeker. Het zou ook kunnen gewoon dat het een poeltje is met redelijk ionenrijk water. Wat in de zomer een beetje droog valt en dat steeds zouter wordt. Volgende dia. Hier heb je dan die opname. Opname 1, dat is een heel soortenarme opname met maar 6 soorten. Met die Ruppia maritima, schnavelruppia. En verder uiteraard schede, fonteinkruid. En ook heen, dat is ook zo'n soort die je daar goed tegen kan. Gesteelde Zanigellia. En die andere opname 2 in de Vingeling, daar ontbreekt schede, fonteinkruid en schnavelruppia. Maar er staat wel onder andere zilterwater en ook al met bedekking 3. Ik heb de bedekking in links gestaan. 3 betekent bedekking tussen de 25 en de 50%. En ook geranden en zilterschijnspeurie, zilterrepperus zit erin. Dus dat zijn 2 voorbeelden. Volgende dia alsjeblieft. Nou, dat was het zoutige gedeelte. Nu krijgen we het zoet. Dat zijn veel meer soorten. Dat zijn veel soortrijke vegetatie. Dus ik heb er 16 uitgekozen waarvan bekend is, die worden vaak genoemd als soorten die voorkomen in kwelsituaties. Lidsteng zit er ook weer bij, want die komt ook in zoete kwel komt die voor als het maar bicarbonaatrijk is. Maar verder brede waterpest, holpijp, geselecteerd dat die minstens talrijk moet zijn. Kleine egels, waterviolier is natuurlijk een hele bekende. Glanzig fonteinkruid en dan plat fonteinkruid, naaldwaterbies. Onderaan, ik heb ook nog een paar duinsoorten, stijve moerasweeg, bree, ongelijkbladig fonteinkruid en weegbree fonteinkruid. Dat zijn natuurlijk vooral soorten die in kalkrijke duinen in kwelsituaties voorkomen. Nou, en de eis was weer, minstens 2 moeten er in de opname zitten. Dus dat heb ik weer losgelaten op die 33.000 wateropnamen. En er kwamen nu 2105 opnamen uit. Dat is ongeveer 7%. En rechts heb ik weer de begeleidende soorten die dan meekwamen met de opname. Die heb ik alleen de meest voorkomende in de tabel gezet. Nou, dat zijn merendeels heel algemene soorten die niet kritisch zijn, zoals smalle waterpest en fioringras. Maar er zitten er ook bij, die heb ik een lichtgroen kleurtje gegeven, pijlkruid. Dat is eigenlijk ook wel een kwelindicator, hij is alleen minder kritisch. En meer naar beneden zie je bijvoorbeeld drijvend fonteinkruid. Dat is een soort die houdt van matig voedselrijk water. Dus die heeft er baat bij die kwel, doordat het dan minder voedselrijk wordt. Die stijve waterdonkel daaronder hoort er eigenlijk ook bij.
Volgende dia alsjeblieft. Nou, dit is dan de verspreiding. Ik heb het verdeeld in twee periodes. In de periode 1963-1984, toen heeft provincie Zuid-Holland bijna alle kilometerhokken in Zuid-Holland geïnventariseerd. En dan kwam dit uit. Dit is natuurlijk een totaal andere verspreiding dan van die zouttolerante soorten die we net hadden. En dan zie je een enorme concentratie in de Alblassen Waard, 5-4 landen. In het oosten van de provincie. En in de diepe in de droogmakerijen ook, waar ook veel kwel is. Je ziet hier trouwens in de duinen nog niks. Want in die periode tot en met 1984 heeft de provincie de duinen niet geïnventariseerd. Nu gaan we naar het volgende kaartje, volgende dia. Dat is vanaf 1985. Toen zijn de duinen wel geïnventariseerd. En dan zie je dat er toen ook opnamen zijn gemaakt die voldeden aan de criteria. Twee van die 16 zaten erin. Maar je ziet vooral ook dat het in de Alblassen Waard enorm achteruit gegaan is. En in de 5-4 landen is het ook dunner. Ik moet er wel bij vertellen, ze zijn flink beknot, Bureau Natuur van Zuid-Holland. Ze mochten nog maar de helft van de opname herhalen die ze in de eerste ronde gedaan hebben. Dus is eigenlijk maar half zoveel opname gemaakt. Maar nog, als je dat vooral in de Alblassen Waard ziet, dat was in het vorige plaatje, kun je even teruggaan, Willemien. Het was bijna helemaal vol op een strookje langs de weg. En we terug, daar zijn er dus heel veel verdwenen. In de droogmakerijen, dan valt het nog mee. Gaan we weer naar vooruit. Ja, daar is het nog redelijk intact gebleven. Volgende dier alsjeblieft. Hier staan, dit zijn alle opnamen, de complete periode. En dan weer op de actueel hoogtebestand. En dan zie je eigenlijk twee dingen vallen op. In de Alblassen Waard 5-4 landen. En die droogmakerij heel veel. En ook tussen die droogmakerij, die grote droogmakerij, de Zuidplaspolder en omgeving, en die droogmakerijen naar het noorden, daar loopt de Oude Rijn doorheen. Dus Alphen aan de Rijn, Bodegraaf, Alphen aan de Rijn, Leiden. En daar is ook een enorme concentratie van opname met kwelindicatie. En daar was ik benieuwd naar, dus daar heb ik op ingezoomd in de volgende dia. Dit is ook weer de hoogtekaart. En dan zie je dat oranje met die weg erin. Dat is de bovenkant van de stroomrug. Met Alphen aan de Rijn en Bodegraven en Woerden. En als je naar het noorden gaat, dan wordt het groen, dan wordt het lager. En bij de droogmakerij is het natuurlijk hartstikke blauw. Dat is een paar meter lager dan de niet uitgeveende en drooggemalen polders. En wat zie je dan in de polder Nieuwkoop, dat is ten noorden van de Nieuwkoopse plassen. Een enorme hoeveelheid opname met kwelindicatie, maar ook heel veel kwelindicatie waarbij die stroomrug, niet midden op de stroomrug, maar er net naast. Volgende dia. Ik heb nu weer een deel van de stroomrug in beeld gebracht. Niet hetzelfde deel als bij de vorige sheet, omdat de paleogeografische kaart gaat niet verder dan de westrand van deze kaart. Dus ik moest me behelpen met de omgeving van Bodegraven. En hier zie je dus weer de ligging van die opname met veel kwelindicatie. Die, boven de Nieuwkoopse plassen, die zijn goed herkenbaar, zie je weer diezelfde opname in de polder Nieuwkoop, die grote droogmakerij. En je ziet nu heel goed dat de opname in de buurt van Bodegraven, die liggen er allemaal net naast de beddingafzettingen. Al dat rode wat je hier ziet, dat is afgezet in de bedding van de Oude Rijn. Die Oude Rijn is de rivierloop die in Nederland het langst op zijn plaats is blijven liggen. Die is bijna 4700 jaar op dezelfde plek blijven liggen. Dus die heeft enorm veel zand afgezet op zijn bedding, in zijn bedding. De rivierlopen die je daaronder ziet met die andere kleurtjes, dat zijn oudere beddingen die eerder hebben gelopen. En die liggen ook dieper. En je ziet hier dus eigenlijk twee dingen in die droogmakerij. Heb je veel kwel omdat het hartstikke diep is. Daar gaat gewoon kwelwater naartoe. En langs de stroomrug heb je veel kwel omdat er ontzettend veel zand in de ondergrond zit. En zand laat water heel makkelijk door. Dus waar zand van de Oude Rijn ligt, gaat het water heel makkelijk omhoog. Gaat niet recht omhoog, want bovenop is die stroomrug te hoog. Net voordat het bovenaan zou komen, buigt het naar hetzij naar het noorden, hetzij naar het zuiden af. En dan treedt het uit langs de flank van de stroomrug.
Volgende dia, alsjeblieft. Dick, kun je ook. Ik weet niet hoe lang je presentatie nog is, maar. Nou, naar een niet afronding zo gek werken. Lang meer. Okay. Dit is, de meeste plaatjes heb ik niet zo gek. Ik heb alleen nog wat tijd nodig voor de Zuidplaspolder. Dit is bij Meerkerk. En dan zie je een heel ander verspreidingspatroon. Veel meer diffuus. En je ziet op deze kaart zie je ook een rivier lopen. En ook iets vaags in het midden. Allemaal van die ondiepe ruggetjes. En dat is de Schone Woerdse Stroombrug. Volgende dia alsjeblieft. Hoe is dat ontstaan? Zo'n 4000 tot 6000 jaar geleden had je een heel ingewikkeld systeem van kleine riviertjes. Dat zie je linksboven afgebeeld. Die zich vertakten en weer bij elkaar kwamen. En bij hoogwater liepen die rivieren ook over hun oeverwallen heen. En er werden crevassen afzettingen zitten. Dat zijn overloopgootjes. Die zijn daar groen afgebeeld. En rechts zie je wat voor materiaal er dan is afgezet. Op de bodem van die lopen zelf zand. Op de oeverwallen ook zand en kleiig zand. En in de overloopgootjes, de crevassen. Je ziet er een heel stel daar rechts, lichtgroen. Dat is ook fijn zand en zavel. Dat is allemaal goed waterdoorlatend. Nu gaan we naar de volgende dia. Dit is zo'n doorsnede zoals het nu is. Dan zie je aan de onderkant dat paarse, dat is het Pleistocene zand, wat in de ijstijd is afgezet. En daarboven zie je dan van die oude beddingen van die rivieren van 5000, 6000 jaar geleden. Die hebben allemaal zand opgestapeld. En daartussen zitten dan nog restanten van al die crevassengeulen met zavel. En de grap is dat waar veel zand ligt, dus bij die oude rivierlopen, of bij die middelste crevassengeul, daar gaat het kwelwater veel makkelijker omhoog. Dus als je dat, daardoor komt er in de oppervlakte, in de sloten die daar net boven liggen, komt meer kwelwater terecht dan op plekken waar dat soort structuren ontbreken. Dus de kwelflux die is heel erg verschillend van plek tot plek. Volgende dia alsjeblieft. Nou, en hier heb ik dezelfde opname met kwelindicatoren afgebeeld op een kaart met waar al die fossiele rivierlopen zijn afgebeeld. En als je dan links op de kaart kijkt, dan zie je dat bijna al die slootopnamen met kwelindicaties die liggen op of net naast zo'n crevassengeul of een oude tak van een rivier. Als je meer naar rechts gaat, dan wordt het wat minder duidelijk. Daar is de Holocene deklaag, het klei- en het veenpakket, is daar ook veel dunner. Daar is het dus makkelijker voor kwelwater om aan het oppervlak te komen. En helemaal rechtsboven ligt ook een natuurreservaat waar niet bemest wordt. Bolgerijen, dus dat helpt ook voor bijvoorbeeld de waterplanten die van matig voedselrijk water houden. Volgende dia alsjeblieft. Nou, dit is een soort van typisch een kwel, soort van kwelmilieu. Dit is kroosmos samen met kikkerbeet, dat zien jullie wel, en een grote egelskop. Volgende dia. Dit is kroosmos van dichtbij. Dus het is een beetje een hartvormig gegroefd ding. Het lijkt een beetje op parapluutjesmos, maar het drijft op het water. Er zit daar trouwens ook nog een klein kroos, hè? Dat is makkelijk te herkennen. En dat ding linksonder, dat heeft allerlei rare kleurtjes. Dat zou wel eens knopkroos kunnen zijn. En helemaal rechtsonder op die pink zit nog een wolfiaatje. Goed, volgende dia. Nou, dan kom ik nog aan de kattenklei. Ja, dit kost wel even iets, want dat moet ik uitleggen. In de Zuidplaspolder, ik lees het gewoon voor, want het is heel ingewikkeld, daarom heb ik het allemaal opgeschreven. In de Zuidplaspolder liggen bodems met kattenklei, die tot op flinke diepte pyriet bevatten. Als pyriet wordt blootgesteld aan zuurstof en water, dan kan er veel zwavelzuur vrijkomen, samen met metalen, waaronder ijzer. En dit gebeurt in de zomer in de toplaag van de percelen. Het grondwater van de percelen staat dan namelijk laag als gevolg van verdamping. En dan kan O2 kan bij het pyriet komen. In het plaatje daaronder zie je twee stippenlijnen. En in de zomer dan staat het water volgens de onderste stippenlijn. In de winter volgens de bovenste stippenlijn. We gaan terug naar 4. In de winter staat het grondwater juist hoog. En dat zuur en ijzerrijk geworden ondiepe grondwater, dat spoelt dan deels uit naar de sloten. Waardoor het slootwater heel zuur, pH minder dan 5,
kan worden. En het wordt dan ook voedselarm, want er komt ook ijzer mee en dat bindt fosfaat. Op de slootbodems is er echt een ander verhaal, want er is ook kwel. En er spoelt ook calcium uit naar die sloten. Dat calcium gaat op de slootbodem zitten. En met dat kwel komt ook calcium omhoog en bicarbonaat. Dus de slootbodems die blijven gewoon niet zuur, sterk gebufferd, pH duidelijk hoger dan 7. En bovendien, dat is nummer 6, vanaf sommige plaatsen in de Zuidplaspolder wordt ook bicarbonaatrijk boezemwater ingelaten in de zomer. En dat kan ook sloten in dat kattenkleigebied bereiken. En het resultaat daarvan alles staat in 7. Alleen in geïsoleerde sloten, dus waar het boezemwater niet zo makkelijk kan komen, die in de voorzomer lang genoeg zuur blijven, minstens 2 maanden, daar kunnen planten van zwak gebufferde water, dus fenplanten, gaan domineren. Volgende dia. Ik heb hier 3 opnamen geselecteerd. Dit is de Zuidplaspolder 1, 2 en 3. Volgende dia. En dan zie je dat de 1 en 2, dat liggen in een gebied waar de slootvegetatie behoorlijk beïnvloed is door die kattenklei. En 3 is een plek waar vooral de invloed van boezemwater dominant is. En zie je, opname 1 staat links. Er zit gewone waternavel en Juncus bulbosus, knolrus. Die heeft daar bedekking 4. Dat betekent bedekking tussen de 50% en 75%. Dus dat is een hele zure sloot. Opname 2. Daar is vlottende bies de dominante soort. Die bedekt daar tussen de 25% en 50%. En daar zitten ook zachtwaterplanten bij als naaldwaterbies erbij. Maar ook een hardwaterplant als heen. Die wortelt natuurlijk in de bodem. Dus die heeft eigenlijk niet zoveel last van dat zure water wat er af en toe boven staat. En nou ja, de opname 3, sloot 3, daar zie je de belangrijke soorten staan in die rechtse kolom. Daar is glanzig fonteinkruid dominant. En brede waterpest, ook zo'n bicarbonaat minnaar, die zit erin. Dus dan zie je dat de 3 heel verschillende sloten. Als je gewoon op de topografische kaart kijkt, dan zie je gewoon 3 sloten die zich niet van elkaar onderscheiden. Maar ga je in het veld kijken, kan het dus heel verschillend zijn. De onderste soorten die in alle 3 de sloten zijn, die zijn trouwens ook interessant. Dat zijn bijna allemaal soorten van matig voedselrijke omstandigheden. Drijvend fonteinkruid, kleine eelskop, pijlkruid, holpijp, witte waterlelie. Nou, dit volgende dia. Nou, die laatste, dat geeft dus eigenlijk aan dat je moeilijkheden hebt als je een vierkante kilo met heel veel sloot moet onderzoeken. Want hoe pak je dat aan? Je wilt natuurlijk alle verschillende biotopen wil je bemonsteren. Maar dat is lastig, omdat op de topografische kaart ziet het allemaal uit als sloot. Dus je zult eigenlijk gericht moeten gaan zoeken of heel veel tijd erin moeten gaan steken. Ik heb hier een paar wenken opgeschreven. Zoek in ieder geval in de lage delen, want daar heb je de meeste kans op kwel. Vooral als die in de buurt liggen van hogere waterlichamen, bijvoorbeeld langs een boezemkade of langs een dijk. Daar is de kans op lokale kwel onder de dijk door is natuurlijk groot. Dus dat moet je nooit overslaan. Probeer te achterhalen of er plekken zijn met een goed waterdoorlatende ondergrond, zoals zandige rivierafzettingen of een donk. Want daar is de kwelflux veel sterker vaak. En dan heb je meer kans op planten van kwelmilieus. Een derde is ook belangrijk. Je moet vooral zoeken op plekken, delen van het kilometerhok waar niet of weinig bemest wordt. Dus bij biologische boeren, natuurreservaten. Die zorgen dat er zo weinig mogelijk mest in de sloot komt. Want daar worden die leuke kwelplanten niet weggeconcurreerd door kroos, liesgras, smalle waterpers en grof hoornblad. Dat is belangrijk. Waterschappen kunnen ook een vervelende rol spelen. Die laten namelijk water in. En vandaar mijn volgende aanbeveling. In potentieel goede kwelgebieden zijn vooral de geïsoleerde wateren interessant. Want daar kan het boezemwater van de matige of slechte kwaliteit moeilijk in doordringen. Dus dat moet je ook weten. Nou ja, als je dat allemaal echt goed wil gaan uitzoeken, dan is dat een hele klus. Want een kilometerhok in veenweidegebied kan wel 20 à 30 kilometer sloot bevatten. Dus wat ik deed, is het hok opdelen in 3, 4 of 5 delen. En dan besteedde ik er gewoon 5 halve dagen aan. En dan ging ik steeds ergens anders kijken. En dan kom je vanzelf bij de eerste bezoeken delen tegen die er mooi uitzien. En als je toch meerdere keren gaat kijken, dan loop je daar nog een keer langs als je in de buurt bent. Dus dat is mijn methode van kwelgebieden inventariseren. Volgende dia. Met dank aan Joost Buiks voor het beschikbaar stellen van de opname.
En dan Adrie, die heeft er een heleboel gemaakt. Dat was het. Nou, dankjewel Dick. Ik vind het zelf een heel boeiend verhaal. Ik bedoel, een stukje ervan herken ik al van wat je ook bij de Vijf Herenlanden wel iets van hebt laten zien. Maar ik vind het wel heel leuk hoe dat dieper ingaat op kwel en inderdaad, waar kunnen we op letten? Ik ben benieuwd of er nog mensen zijn die hier wat over willen vragen. Ik zie geen handjes. Volgens mij is er ook niks in de chat. Ik heb één linkje opgenomen voor speciaal voor Dick. Dat is niet in Frankrijk, maar in Duitsland. Daar hebben we een keer een PKN gedaan met Klaas van Dort. Ja. En dat is de Wasserbaum. Ken je die? Nee. Moet je maar kijken, klikken op die link. En die boom die is dus... Zal doen, ja. En die zit helemaal vol met Kratoneiron. Oh ja, dat kan natuurlijk, hè. Ja. Pardon, is dat ook een Nederlandse naam? Nou, Kratoneiron, je hebt twee soorten Kratoneiron. Kratoneiron filicinum en nog een andere. En dat is een kalkminnend mos. En die kan ook, dat is een mos dat groeit. Je hebt een mos dat groeit ook in bronnen. En die doet het, wat Bas eerder al zei, koolstof opnemen uit bicarbonaat, doet die ook. Dus die maakt dan een soort tuf. Maar die Kratoneiron, die hoef je echt niet alleen in het water te zoeken. Want ik heb hem ook wel gevonden op zomerkade. Het is een kalkminnende soort, dus hij kan ook wel iets droger staan. Ja. Maar ik zal kijken. Maar klik er maar zo op, dan zie je dus, dat is fantastisch. Dat, maar ik zie helemaal geen vragen, was het duidelijk genoeg? Ik denk dat je misschien sommige mensen wat hebt overdonderd. Maar ik vind het wel een heel helder verhaal. Dus ik denk als we de presentatie ook nog mogen delen. Dat er vast al een paar mensen zijn die het nog een keer gaan bekijken, even rustig. En dan mogen ze vragen naar mij mailen, hoor. Dat is geen punt. Maar ik vond die laatste vond ik wel belangrijk, want als wij een stuk polder hebben, moeten we dus alle sloten aflopen. Nou ja. Zo erg is het nou ook weer niet. Vaak, het hangt er een beetje af van de expositie van die sloten. Als de soorten sloten evenwijdig lopen aan de weg, dan zie je alleen de eerste sloot. Dat is vervelend. Ja. Maar gelukkig heb je ook veel polders. Dan staan de sloten haaks op de weg. En dan kun je vanaf de weg al zien. Het is één grote kroosbak. Nou, dan wegwezen. Nou ja, je moet natuurlijk wel even kijken naar de wolfjaars en andere krozen die erin zitten. Maar als jij een sloot ziet met bijvoorbeeld veel holpijp en waar bijvoorbeeld veel riet in staat en geen kroos. Alle sloten waar geen of heel weinig kroos in zitten, die moet je gaan bekijken. Dat is nog een derde. Dat is een mooie visuele clue. Zet die laatste er maar bij. Zal ik doen. Oké. Nou, ik zie inderdaad reactie van Aukje en Harry dat ze het fijn vinden. Aukje heeft nog wel een vraag. Komt die kwel bij de Oude Rijn uit de diepere ondergrond of van een hogere stroomrug? Nou, die moet uit de diepere ondergrond. Nou ja, uit het eerste watervoerend pakket is het wel het meest waarschijnlijk, want daar komt het meeste kwel vandaan. Maar omdat het treedt daaruit eigenlijk op een intuïtief onlogische plek bij die stroomrug. Dat is een hoog gedeelte van het landschap. Hè? En dan net naast de flank. Dus dat betekent gewoon, het kan nooit daar uittreden, omdat de mensen in Alphen aan den Rijn of Bodegraven constant de kraan hebben openstaan en steeds hun truim spoelen. Dat is niet zo. Nee, dat moet uit de ondergrond komen. Ja.